Tot nu toe was ik best ontspannen, maar het begint wel een beetje te kriebelen. Hey, tof dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering van In de Telefoon Kijken Van. En vandaag niemand minder dan Kosso. Ja, ja, ja. Kosso is er weer. Ik vind het heel tof dat ik je weer zie. Ja, ja. En je kent Kosso natuurlijk van... Ik vergeet niet waar ik vandaan kom. Bedankt Allah elke dag dat ik nog adem. En mama, je bent ook mooi zonder haar. De artsen zijn een beetje koud. Want voor hun ben je een nummer, maar voor mij ben je nummer 1. Zo wil ik Kosso van vroeger, maar ik verander ook niet. Mijn teksten zijn nog steeds straat op een andere beat. Ja, Kosso, daar zitten we dan. Yes. Dat is al een jaartje geleden, hè? Is alweer een jaartje geleden. Ja, ik hou je natuurlijk wel altijd in de gaten. Ja, ja. Ik vind het wel heel tof dat, dat ik vandaag in jouw telefoon mag kijken. Ja. Ik moet je eerlijk zeggen, je bent de eerste waarbij ik zoiets heb van, je zit er ontspannen bij. Tot nu toe was ik best ontspannen, maar het begint wel een beetje te kriebelen nu. Nog niemand, ergens ja, wel, ja. Ja. Nog niemand heeft ooit naar mijn telefoon gekeken, niet? Dus je wordt de eerste. Ja. Ik word gewoon de eerste, ja. Ook niet je verloofde. Nee. Echt niet? Nee. I got you, girl. I got you. Ja, dan is het moment daar. Ja, je mag hem hebben. Heb je een wachtwoord erop? 2223. Oké, ik wil gaan hoor. Oké. 2223. Oké. Het is nu alsof mijn grote zus naar mijn telefoon kijkt. snap je. Met welke app heb je het meeste spanning als ik die open? WhatsApp, denk ik. Ja, toch wel. Of nou, foto's. Foto's, toch foto's. Oké, dan wordt het dus één van de twee die ik niet ga openen. Even kijken, WhatsApp. Nou, ik zie hier staan. Even kijken. Ik ga ook altijd stuk. Oh, wat zie ik hier? Team? Oh, wat zijn die groepsapps, hè? Team? Fuck. Wat is dit? Netties. Wat is fuck netties? Team fuck netties. Ja, dat is een groepsapp met allemaal jongens van waar we mee trainen. Ja. Yeah. Allemaal bodybuilders. Ja, oké. Okay. En fuck netties betekent fuck alle naturals. Dus team fuck netties. Oké. Dan zie ik hier, Amigo, dat is... Yeah. Ja, Amigo is, is sowieso mijn brada. Ja. En hij zit bij ons in het team, in ons label. Ja. Hij stuurde me net een track. Kunnen we hier een stukje van luisteren? Ja, van deze? Ik heb hem zelf nog niet gehoord, dus zet hem maar op. Amigo, we gaan even checken. Hij zegt ook, besef deze. Ik ben in de buurt aan het rennen, het gaat om poen. Enge visies, enge maskers, pompoen. Ja, toch naar geluk en wat rust. Ja, je gaf me een beetje liefde wel, maar ik geef je dat terug, toch? Kijk, bedoel gewoon, het voelde niet zo goed. En niemand loopt over mij, want ik heb geen brug, toch? En hoe kwam je dan naar mij? Ik ben gewoon even voor mezelf op de vlucht. Amigo is verliefd, denk ik. Ik denk het, hè? Ik vind het goed klinken, hoor. Ja, hij is heel muzikaal, hè? Wauw, oké. Ik ben echt verrast, hoor. Hij is heel muzikaal. Ja. Hij is echt het grootste talent in Nederland, denk ik nu. Zo, maar jullie kennen elkaar ook wel goed, toch? Ja, ik ken hem al een paar jaar. Hij zit bij ons in het label. Ja. Maar zijn tijd gaat komen. Netjes, hoor. Amigo, ik zeg hem altijd, je bent beter als mij, snap je? Serieus? Dus, weet je dat ook serieus? Ja, echt? Ja. Hij is heel muzikaal, ja. Hij zingt ook in deze track. Ja, dus, de laatste 20 tracks die hij heeft gemaakt, zingt hij overal bijna in. Tof, hoor. En dan zie ik hier Frasie. Is dat Frasie die iedereen kent? De producer Frasie? Ja, ja. Frasie. Dus, Frasie ken ik al, even denken, 8 jaar, 9 jaar denk ik nu. Mm-hmm. Met hem ben ik ook een soort van begonnen, met mijn eerste EP. En hij is ook van Kosovo, snap je? We zijn allebei van Kosovo, dus het klikt altijd al. En we hebben elkaar zien groot worden ook. Ja. Dus hij is nu getekend bij Spek, ja. Bij Ali B. Ja. Ik doe mijn ding, weet je. Het gaat, we zijn van niks begonnen en nu zijn we allebei... Mooi is dat om te zien, hè? Mooi is dat om te zien. Echt, serieus, ja. Ik heb begrepen dat je bezig bent met een album. Ja, hij is af. Hij is af? Hij is al opgestuurd naar alle platformen, dus hij komt er heel snel aan. Heel spannend, echt super spannend. Ja, ja. Dus ik wil, sowieso weet ik van artiesten dat ze ook veel bezig zijn in de telefoon. Als het gaat om teksten schrijven en dat soort dingen. Klopt. Hoe zit dat bij jou? Kan ik in notities iets vinden? Ik schrijf alles in mijn notities, ja. Echt serieus? Kijk. Ja. Oké, ik ga hier deze openen, de eerste notitie. En ik zie gewoon de tracklist hier zo. Dat is de tracklist. Keihard, van het album wat dus uit gaat komen. Ja, ja. Oh, dit is keihard. Oh, tweede track is met Soufiane Ediani. Yes.
Wauw. Die gaat sowieso al aanslaan. Wauw. Dat is een mooie track. Esso na Soufiane Diani. Ja, zeker, zeker. Oh, hier kijk ik echt naar uit. Track van Kosso met Soufiane Diani. Heel tof. Kosso, IKEA. Vertel. Ik krijg altijd comments op mijn foto's. IKEA, kast, IKEA. Dus ik dacht, ik moet daar gewoon een talk over maken. Dus de aanleiding is dus omdat mensen je vaak linken aan... kast. Oké, ik vind dit wel echt, echt wel tof. Oh, ik zie hier eentje met Hef. Yes. Oh, dat vind ik ook echt heel tof. Yeah. Movie. Het refrein. In het refrein zeggen we iets over movie. Weet je, het leven is een movie en we leven het, snap je? Voor een ander is het net een film. Ja. Maar wij leven het ook echt. Je leeft het gewoon echt. Ja. En Hef is sowieso... Toen ik een kleine jongen was, checkte ik Hef al. Mijn broer checkte Hef, dus het is sowieso tof om hem op mijn album te hebben. Ja. Oh, dat is leuk. Kosso en Murda, ja. Dat vind ik ook een leuke combi. Dat vind ik ook echt een leuke combi. Motorkap. En zo naar mijn Turco, Murda. Ja. Hoe is dat tot stand gekomen met Murda? Ja, Murda, ik weet niet. We hadden al een langere tijd iets maken. En toen was ik bezig met het album en toen had ik deze track, Motorkap. Ja. Ik had hem al gemaakt. En toen zei ik gelijk tegen mijn management van... Murda moet erop. Hij moet gewoon erop. En toen had ik hem gestuurd en binnen een week stuurde hij me iets terug. Oh, dat is al heel snel. Ja. Dus hij kon wel snel schakelen, zeg maar. Oké. Eindstand, motorkap. Heel tof. En dan gaan we door naar... ik voel me echt toch zo... Toch Instagram of zo, toch? Ik denk toch wel Instagram tijd. Zeker. Insta, daar gaan we. Wat ik tof vind aan jouw page, Instagram, is dat jij heel erg afwisselt met persoonlijke dingen. En tussendoor toch wel artiestenleven. Maar wel heel open. Ja, precies. En dat vind ik ook wel heel tof om te volgen. Toch ook hier inderdaad verlovingsfoto's van met jou en je verloofde. Ja. Prachtige foto's. Dank je wel. Overigens, dank echt je wel. Heel mooi. Maar krijg je ook berichten van vrouwen binnen? Af en toe wel. Ja? Af en toe wel, ja. Ja? En wat voor berichten zijn dat? Zijn dat berichten van... Eigenlijk check ik het niet echt superveel. Mm-hmm. Weet je, ik lees het wel af en toe wat ik allemaal krijg. Maar ik krijg ook bijvoorbeeld heel veel berichten van... jij en je vriendin zijn echt schattig en zo. Yeah. Maar je krijgt ook andere berichten natuurlijk. Ja, want je bent natuurlijk ook artiest. Dus hoe gaat zij ermee om met de aandacht die jij krijgt? Ja, ze heeft mij eigenlijk ook zien groeien. Toen ik haar heb leren kennen, had ik 5000 volgers op Insta. Zo. Nu heb ik er 120. Ja, dus 140.000, voor de duidelijkheid. Ja. Ja. Ze heeft mij echt zien groot worden. Ja. Dus ze is er wel altijd bij geweest. En er zijn altijd wel moeilijke situaties geweest voor haar. Als vrouw zijnde, weet je, ben je toch een beetje jaloers en zo. Ja. Maar ze vertrouwt me wel en ze weet waarvoor ik het doe. Ik doe het niet voor de meisjes of zo, snap je? Nee. Ik maak gewoon muziek voor mijn fans en om gewoon iets van mijn toekomst te maken. Ja, snap je? Ja. Dat vond ik wel heel mooi om te zien. Finally done, Nona, we love you. Yes. Vertel. Ja, mijn moeder had afgelopen week had ze de laatste chemokuur gehad. Ja. De 9e. En het was wel een zware tijd, weet je. En het was haar laatste chemo, dus toen ze thuis kwam, had mijn verloofde en de vrouw van mijn broer hadden dit voor haar gedaan. Ja. Als welkom. Ja. Als welkom thuis. En dat we trots op haar zijn, precies, weet je. Precies. Ze is wel echt een strijder. Ja, zeker. Lijkt me ook gewoon wel een hele moeilijke en zware tijd ook voor jou en de familie. Het was een hele harde klap, want mama is nooit ziek geweest. En op een gegeven moment ineens hoor je, ze heeft kanker. En dan ben je gewoon machteloos. Ja. Plus de artsen zijn niet altijd positief. Mm-hmm. Ze zijn best negatief. Mm-hmm. En dan ga je toch denken van, wat als mama er niet meer is, weet je. Ja. Ja. Maar het gaat goed met haar, gelukkig. Gelukkig. En alleen God weet wanneer die dag komt natuurlijk. Precies. Heeft deze afgelopen zware periode jou enigszins veranderd? Ja, zwaar. Niet alleen mij, maar ook bijvoorbeeld mijn broer, mijn vader, mijn hele familie. Bijvoorbeeld voordat mijn moeder kanker had, was ik echt aan het denken van ik wil geld, ik wil miljonair worden. En toen ik hoorde dat mijn moeder kanker had, toen zei ik al van pak al mijn geld wat ik heb. Al sta ik op nul als mama maar beter wordt. Ja. En dan zie je wel dat gezondheid wel belangrijker is dan geld en alles eromheen. Ja. Dus dat heeft mij als mens wel wijzer gemaakt. Het was echt een besefmoment. En het heeft ook onze familie dichter bij elkaar gezet. Oh, dat is mooi. We zijn nu veel, veel meer met elkaar. We doen veel meer dingen samen. Omdat je weet gewoon niet wanneer je dag komt. Dus dat wil ik sowieso ook meegeven aan al mijn fans. Weet je, respecteer je moeder, je vader.
Want je hebt er maar één. Ja, 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 zeker. Je hebt er maar één. Ik krijg, zoals over ouders begrepen, ja, dan krijg ik een heel... ja, nee, ik vind het echt heel mooi hoe je erin staat. Ja, dat, ja. Dat zeker. En fijn om te horen dat het ook beter gaat. Ja, zeker. Dat is echt heel fijn. Ze is ook echt trots op mij. Want ze is echt mijn grootste fan, snap je? Ik zag dat jullie een feestje hadden georganiseerd en dat Latifa toen kwam optreden. Ja, en klopt. En moeder gewoon gezellig aan het... Ja, mama was jarig. Ze was heel blij. Ja, mama was jarig en we hadden Latifa geboekt voor haar. Omdat ze vindt Latifa wel een leuke artiest. Leuk. En ja, ook Esso naar Latifa, want ze ging ook echt vaak met mijn moeder dansen. En, ja, weet dat, je is wel. Dat is echt leuk. Dus ze heeft in ieder geval echt genoten. Ja, ja, ja. Dan ga ik naar je Insta-DM. Oké. Okay. Ik zie een berichtje. Bro, ik train pas 4-5 maanden of zo, maar hoe lang zit jij wel niet in de gym om zo'n bouw te hebben? Volgens mij krijgen deze vraag heel veel. Maar hoe lang duurt dat dan om echt gewoon zo afgetraind te zijn? Ik heb zelf... train ik al 7-8 jaar. Mm-hmm. En als je echt voor je wedstrijd, dan zit je wel 20 weken in dieet ongeveer. Maar nu, ja, ik was nu echt druk met mijn album. Ik heb heel weinig getraind, slecht gegeten. Dus ik ben zelf ook 10 kilo kwijt. Ja, dus het gaat heel snel, ja, weet je. Als je het niet bijhoudt, ben je ook snel veel kwijt. Ja. Ik zie hier staan een berichtje van Yes R. Even kijken, thanks bro, was gezellig. Ja. Je hebt wat leuks gedaan. We hadden gisteren een showtje samen. Oh, leuk. Dus ik had hem gisteren weer na lange tijd gezien. Leuk. Ik heb altijd goed contact gehad met Yes R. Superleuk. Rambo Akma Ramati. Ja, die ken je natuurlijk ook goed. Ja. Komt daar nog wat samen van jullie uit? Of? Ja, ik denk het wel. Weet je. Rambo heeft een moeilijke tijd achter de rug. Uh-huh. Hij heeft ook 2 kinderen nu en hij is nog best jong ook. En hij woont op zichzelf. Met 2 kinderen en zijn vrouw. Dus het is voor hem best een moeilijke periode geweest om ook nog muziek te blijven maken en alles. Ik heb laatst een goed gesprek met hem gehad. Waarschijnlijk komt hij bij SOB. Oké. Dan is ook weer iets. Oké. Weer een primeurtje. Maar er is niks zeker natuurlijk. Ja. En dan gaan we hem proberen te pushen. Heel tof. Ik wil hem ook daarbij helpen, want ik weet, hij heeft me vroeger ook gewoon een push gegeven. En dat wil ik nu gewoon terug doen voor hem. Ja, Koso, dat was hem. Ja. Dat was hem. Ik ga hem weer overhandigen aan jou. Dankjewel. Vond je het te zweten? Vond je het meevallen? Ik heb niet veel geheimen op mijn telefoon. Nee, je hebt niet zoveel geheimen. Nee, dat is echt zo. Koso heeft echt niet zoveel geheimen. je gedraagt je netjes. Je komt echt zoals je overkomt. Zoals jouw telefoon ook. Geen ruïna telefoon. Gewoon rustig. Misschien heb ik stiekem nog een andere telefoon. Nee, ik hoop het niet. Ik hoop het echt niet. Nee, maar heel tof. Ook, ik vond het ook super tof om je tracklist door te nemen. Ja. 10 augustus komt je album uit. Yes. Kijk ik enorm naar uit. Ik ben echt heel erg benieuwd. En we blijven je natuurlijk volgen. Zeker. Heb je een woordje voor je fans? 10 augustus mijn album, beter. Ga hem streamen overal. Volg mij op Instagram. En Esona Usima, Esona Phonix. En naar al mijn fans natuurlijk. And we're out. Ciao. Ciao.